super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb weer een Action Shop blog voor jullie. Ik ben deze maand 2 keer naar de Action geweest. Dit kwam toevallig zo uit. Ik ben vlak na de opening een keer geweest en dat was heel goed te doen. Toen was er eigenlijk helemaal geen rij. Dus het was best wel rustig. En 2 weken daarna geloof ik toen weer een keertje. Toen ze al iets langer open waren. En toen kon ik eigenlijk direct naar binnen. Dus dat was heel erg fijn. Dus ja, ik ga je laten zien wat ik heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes van de Action, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten, want dat zijn jullie toch al van mij gewend. Dus nou, dat ga ik doen. Dus dan gaan we nu maar beginnen met de spulletjes. Ik begin even met een item wat niet in de tas paste en dat is dit kruidenrekje. Ik laat hem wel even in de doos zitten, want het is een beetje een gedoe om hem er helemaal uit te halen. Maar mocht je mijn vlogs volgen, ga je hem zeker nog voorbij zien komen. Ja, ik was hier eigenlijk al een tijdje naar op zoek, want ik ben iemand die gebruikt best wel kruiden, zeg maar, bij vlees. En ik merk gewoon de laatste tijd aan mezelf dat ik sneller geneigd ben om zakjes te kopen. Alleen die zakjes kruiden kun je niet afsluiten. Daar doe ik dan weer een wasknijpertje op. En dat vind ik dan toch niet zo heel erg handig. En dit kruidenrek kun je dus gewoon ronddraaien. En dan kun je daar gewoon in die potjes je kruiden doen. Er zitten, even kijken hoor, 8 potjes zitten erbij. Dus daar kun je dan gewoon je kruiden in doen. En dan zitten er gewoon kleine gaatjes aan de bovenkant. En dan kun je ze gebruiken. Het is denk ik wel handig om er een etiketje op te plakken van wat erin zit. Zodat je niet het verkeerde kruiden potje pak, dat je niet de verkeerde kruiden in je eten krijgt. Maar ik ben hier wel heel erg blij mee. Dus ja, daar was ik al een tijdje naar op zoek. Dan heb ik ook weer eventjes een sportoutfitje meegenomen. Ik heb allereerst hier een broekje. En dit is het setje van Umbro. Ik heb deze al een keer eerder gekocht in het roze. Maar ik merkte toch dat ik 1 setje best wel weinig vond. Nu het nog wat kouder is, nog niet zo warm is, pak ik sneller mijn lange broek dan mijn korte broek. Maar als het straks weer warmer weer wordt, vind ik het toch wel lekker om mijn korte broekje te pakken. En dat is dus deze. Ik heb deze in een maatje S meegenomen. En ja, ik denk dan heb ik in ieder geval nog een setje erbij. Dat vind ik toch wel heel erg handig. Dus dat is het broekje. En bij passend heb ik daar ook een hemdje bij. Die ziet er zo uit, ook met groen of blauw. Ja, ik vind het meer groen. Deze heb ik in een emmetje. Die hadden ze niet in een S'je, maar op zich vind ik het voor een topje een emmetje ook niet erg. Dus ja, en dit setje beviel eigenlijk al heel erg goed. De roze die ik heb, gebruik ik echt zoveel. Dus ik dacht, nou, gewoon even handig om er een setje bij te hebben. Dus dat is die. Dan heb ik 2 keer een pillowcase. En je hebt in mijn vorige Action Shop blog ook kunnen zien dat ik een kussensloopje had gekocht. Ik wilde er daar nog eentje bij van hebben, maar die hadden ze dus niet. Maar nu hadden ze er wel een liggen waar er 2 in zitten. Dus die heb ik nu maar meegenomen. Ik weet dus niet of hier ook ritjes aan zitten. Dat ga ik wel uitvinden. Maar ja, toch wel fijn dat ik er nu eventjes een setje bij heb. Als ik die andere nog weer tegenkom, wil ik die er ook nog bij hebben hoor. Zodat ik er gewoon eigenlijk 4 tegen elkaar heb. Dan heb ik in ieder geval weer een nieuw setje. En ik vond het wel handig dat er hier 2 in zaten. Dus dat is top. Dan heb ik een item gekocht waar ik eigenlijk niet buiten kon. En dat is deze case voor de Nintendo Switch. Als je mijn vlogs volgt, heb je kunnen zien dat ik sinds kort een Nintendo Switch heb. En daar heb ik dus nu een case voor gekocht. En ik zou hem eerst... Ik kreeg van Natie ook al te horen dat ze op internet waren. Maar daar waren ze eigenlijk een stuk duurder. En bij de Action hadden ze ze nu ook. Je kunt hem eigenlijk zo vasthouden. Nee, dat kan helemaal niet, want hij zit hier vast met zo'n doorzichtig dingetje. Maar hier zit zeg maar een dingetje aan waar je pols eventueel. En dan kun je dus hier gewoon je Switch in stoppen. Ik weet niet of er ook games bij kunnen, maar dat hoeft op zich niet, want ik heb er toch pas eentje. Maar hier ben ik wel heel erg blij mee en een stuk goedkoper als bij de andere winkels. Je had deze trouwens in verschillende designs. Je had ook met Disney dingetjes erop. Maar ja, ik vond zwart wel gewoon lekker basic, dus ik dacht ik doe gewoon lekker zwart.
Dan heb ik ook weer eventjes een flesje met wasmiddel meegenomen. En dat is voor de zwarte was, de robijn. Ik heb eigenlijk altijd robijn. En zodra die op is en ik kom bij de Action, dan neem ik hem daar mee. En deze is voor 15 wasbeurten. Dus het is niet een hele grote verpakking. Want hoeveel zit die in? 750 milliliter. Maar het scheelt zoveel bij de Action als je dit haalt. Of dat je het bij de supermarkt koopt. Dus nou, die heb ik in ieder geval ook weer. Dan kunnen we weer lekker wassen. Dat is altijd wel handig natuurlijk. Ik ben even aan het graaien. Ja, dan heb ik ook weer eventjes twee van die spuitbussen meegenomen. Alleen, ik kwam er dus achter dat hier dus geen spuitdopje op zat. Dus dan moet ik hem eigenlijk van eentje die op is, moet ik hier opdrukken. En ik heb weer de glazed appel meegenomen. Dat is deze dan. En eventjes de spicy ginger, want ja, die busjes gaan best wel snel leeg als je hem eigenlijk gewoon aan hebt staan. En ik vind het fijn om dit ook op voorraad te hebben. Dit zijn speciale zwarte black edition, staat erop. Ik weet nog niet hoe deze ruiken, maar nou, ze lijken me wel heel erg lekker. Dus die heb ik in ieder geval ook weer eventjes meegenomen. Dan hebben we weer eventjes een voorraadje. Dan heb ik dit handige kaartje gekocht voor mijn Nintendo Switch. Het was toch wel handig om daar een geheugenkaartje in te stoppen. En ze hadden er ook eentje die zou speciaal zijn voor de Nintendo Switch. Maar die was niet bij de Action waar ik was. Dus ik heb deze meegenomen. Nathalie zei dat die goed zou werken. Dit is 32 gig. Ze hadden verschillende. Maar zij zei dat dit goed was. Dus die heb ik gewoon bij de Action gekocht. Ook wel handig om te weten dat ze dit soort kaartjes dus ook hebben. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Je kunt hem ook nog zeg maar uitlezen. Want je kan hem ook in een telefoon doen of zo. Maar ja, ik ga deze dus in mijn Switch stoppen. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik ook nog even twee mondkapjes meegenomen. Ja, dat zijn gewoon basic deze. Deze kun je als het goed is ook wassen. Ze kunnen op 60 graden. Ik gebruik alleen maar herbruikbare mondkapjes. Want die weggooi mondkapjes zitten veel te groot bij mij. En nou ja, ik heb dus deze. En ik merk toch wel dat je toch wel echt, ja, best wel snel je mondkapje in de was moet stoppen. En ja, ik kom er niet altijd aan toe om ze helemaal weg te wassen. Dus ik dacht, nou, ik zag ze nu bij de Action laten, ik even twee meenemen. Dus ik heb nu een paarse meegenomen. En een fuchsia roze. Dus ik denk, nou, dan heb ik er gewoon nog even twee bij. Die stop ik in het bakje waar ik mijn mondkapjes in me waren. Dan heb ik gewoon weer eventjes, ja, twee erbij. Altijd handig. Nou, dan ben ik nog even op de knutselafdeling geweest en daar kwam ik dit aquarelboxje tegen. Die vond ik er heel erg leuk uitzien. Die had ik al op de website gezien, daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Hier kun je dus gewoon lekker mee verven. Er zit ook een kwastje bij. En even kijken wat erop staat hoor. Penseel in zakformaat. 18 verschillende kleuren. Aquarelverf. De perfecte verfset in zakformaat voor elke liefhebber van aquarelverf. Dus misschien kun je dit ook wel gebruiken op doeken. Dus aangezien ik nog een projectje wil gaan maken samen met Nathalie, zou ik dit misschien eventueel kunnen gebruiken. En anders ga ik er gewoon zelf lekker mee verven. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook deze meegenomen. En dit zijn in petjes. En deze hebben dus regenboogkleurtjes. Heel erg leuk. Je hebt er 8 kleurtjes. En ja, hier kun je dus lekker mee stempelen. Je kunt er niet natuurlijk hele grote stempels op doen. Maar ja, zou op zich wel kunnen. Alleen dan krijg je gewoon echt een regenboogstempel. Dat is op zich wel leuk. En ik zie nu dat je ze er ook gewoon uit kan schuiven op de achterkant. Dus nou, gewoon even weer wat leuke kleurtjes erbij. Dus wel heel erg leuk. En dan moet ik eventjes gaan graven. Want ja, anders dan is het niet zo handig. Dan heb ik stempels gekocht. Ze hebben bij de Action momenteel hele leuke grote stempels. En ik heb er een aantal meegenomen. Ik heb hier allereerst een vlinder. Die vond ik wel heel erg leuk. Ze hebben ook een egel. En die heb ik van Nathalie toevallig gekregen. Dus super leuk. Dus dan deze vlinder. Dan heb ik een bloem. Heel erg leuk. Deze vind ik ook fantastisch. Heel leuk.
Een wasbeer is dit, geloof ik. Die is ook wel heel erg leuk. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe deze stempelen, hoe het resultaat wordt. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En ik heb nog een bloem. Dat is heel erg leuk. Het egeltje ziet er overigens zo uit. Die heb ik er even bij gepakt. Die heb ik dus nu niet gekocht. Maar die komt ook uit die collectie. En die ziet er dan zo uit. En dan zijn we er bijna doorheen. Want ik heb alleen nog een paar make-up items. En ik heb. Even kijken hoor. Allereerst hier een Sunkissed Glow Face and Body Bronzer. Deze is van Max & More. Die hadden ze nu nieuw. Heel erg benieuwd naar. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Deze heeft de kleur 156 Golden. Ja, ik ben dol op bronzers. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Hoe die gaat bevallen. Super leuk. Dan heb ik nog een lipstick meegenomen van de Only One. Dit zijn van die lipsticks van Rimmel. Dat is deze. En deze heeft de kleur 720 I Dare You. Dus ik heb het idee dat het een beetje een nude kleurtje is als ik hem zo hier de rand bekijk. Dus ja, ik heb er hier een paar van. En die vond ik eigenlijk zo fijn. Nu kwam ik een kleurtje tegen die ik nog niet had. Dus ik dacht, nou, die neem ik ook even mee. En dan heb ik nog twee losse poeders. Want die hebben ze nu ook. Die zijn ook van Max & More. Dit zijn setting powders. Ik heb hier allereerst de Pretty Peach. Hele grote potten zoals je kunt zien. Echt heel erg groot. Dus daar ga je lekker lang mee doen. Zien er ook super leuk uit. En ik had eigenlijk nog. Jawel, ze hebben wel losse poeder gehad. Bij de Action. Dat waren best wel kleine potjes. Maar nu hebben ze dus hele grote. Ik heb inmiddels een kat in de zak. Want er ging een kat in de tas. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus dat is deze. Ik heb hem dan ook in Crazy Coconut. Ja, ze hadden twee varianten. Dus ja, ik dacht ik neem ze allebei toch wel mee. Want ik ben er toch wel heel erg benieuwd naar. Ik vind het heel erg leuk dat Max & More hiermee gekomen is. Hoeveel zit er eigenlijk in zo'n pot? In zo'n pot zit 22 gram. Nou, dat is best wel fors. Je ziet ook echt wel dat het grote potten zijn. Het wordt nog heel erg leuk om op te bergen in mijn stash. Maar ik ben er heel erg blij mee en ook heel erg benieuwd naar. En ik had nog even zo'n zakkie. Want ja, ik had natuurlijk weer geen tasje bij me toen ik daarheen ging. Dus ja, dat waren de aankoopjes eigenlijk voor deze keer. Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij met al mijn spulletjes. Ik kan eigenlijk niks uitkiezen wat ik het leukste vind. Ik ben sowieso heel erg blij met het kruidenrek en met deze. Want ja, het is toch fijn om je console goed te beschermen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik de spulletjes kan gaan gebruiken. Want het stond al even op mij te wachten. En dan ja, wil je het eigenlijk gaan gebruiken, maar van jezelf mag het nog niet. Want ik wil er eerst een video mee opnemen. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu kan gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden. Wat ik dit keer bij de Action heb meegenomen. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar de stempeltjes. Want die vind ik ook gewoon echt super leuk. Dus ja. Laat vooral weten wat jij het leukste item vond. En ik ben ook benieuwd of je ook alweer bij de Action bent geweest sinds die weer gewoon helemaal open is zonder afspraak of zonder click and collect. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat we er weer gewoon kunnen shoppen, want ik heb het toch wel gemist. Ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat dus een rode button. En als je die aanklikt, kun je ook gratis abonneren. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoef je eigenlijk geen video meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!